Ja, we staan hier natuurlijk met Bas van Tor. Een meer Vlaardingse kunnen we eigenlijk niet krijgen. Ja, u staat hier niet zonder reden. Nee, want ik ben uitgenodigd op dat schip, de Vlaardingen. Dus de Vlaardingen ligt voor de kaai in Vlaardingen. En toen werd ik van de week gebeld. En toen zei hij, wij hebben elke keer, elk jaar hebben we een goed doel. Hebben wij, sponsoren wij. Hij zegt, en dit jaar hebben we de Spring Foundation uitgekozen. Afdeling Vlaardingen, want de Spring Foundation zit in heel Nederland. En de Spring Foundation, nou dat zou je ook misschien al weten, die verzamelen kleding in voor gezinnen die iets te breed hebben. Gaan ook met die gezinnen een keertje een dagje naar Blijdorp. Aangezien ik zelf uit een arbeidersgezin kom en na de oorlog bleef zitten, mijn moeder bleef zitten met 18 gulden steun en Basie en Adriaan, weet ik wat armoede is. Ik heb nooit met gaten in mijn kousen gelopen of in mijn kleding. Mijn man had 24 advertenties op mijn broek. En vind ik dat leuk? En toen zeiden ze bij jullie hier aan boord, zou jij die Spring Foundation afdeling Vlaanderen willen presenteren en ondersteunen? Ik zei, nou, daar heb ik wel zin in. Dus vandaar dat ik hier ook aan boord ben. Jacqueline van Spring Foundation Vlaardingen. En wij zijn vandaag op de Vlaardingen uitgenodigd. Spring Foundation Vlaardingen, klink in de lucht springen of ja, hoe moet ik het zien? Nee, dat is het niet hoor. Daar heeft de naam eigenlijk niks mee te maken. Wij zijn een Vlaardingse stichting. We zijn bijna 3 jaar geleden begonnen om gezinnen die onder andere bij de voedselbank zijn aangesloten. En gezinnen die het anderszins niet goed financieel hebben op het moment. Wat te ondersteunen, waarbij we de kinderen centraal hebben staan. En we organiseren activiteiten of we organiseren wat waar de gezinnen echt wat aan hebben. We gaan een dagje naar de dierentuin. Sinterklaas komt op bezoek, maar we geven de kinderen ook winterschoenen, kleding en alles wat er nog tussendoor op ons pad komt. Hoe komen mensen bij de stichting zelf? Hoe kunnen ze die lastige drempel overstappen? Ja, nou, wij hopen dat onze drempel niet zo heel hoog is, maar ze kunnen ons via e-mail, via onze website benaderen of via onze Facebookpagina. En soms krijgen we via scholen gezinnen van goh, meld je eens. Maar dat gaat eigenlijk heel makkelijk. We hebben niet zo'n hoge drempel. Die halen Clown Bassie en Bas van Toor door elkaar. Maar het is wel zo dat Clown Bassie, dat is natuurlijk een beetje bal gehakt. Die laat zijn eigen alles aanleunen. En Bas van Toor niet, maar die heeft een open oog voor een ander zijn problemen. En ja, dan willen de mensen wel eens raar op reageren, weet je wel. Maar ja, het is nou helemaal niet anders. Ik moet in mijn leven, dat is mijn kruis, maar ik doe het graag. Nou, het is fantastisch dat u zich inzet voor zulke mooie initiatieven. Wij geven eigenlijk iedereen die we tegenkomen, ja, u denkt, waarom een paar sokken? We hebben bij Pop-Up TV onze eigen sokkenlijn. En ja, ik ga hem toch echt geven aan u. Wie weet komen we u nog eens een keer tegen in de sokken. Maar ja, dit zijn typisch onze kleuren. Ja, wat nou een rood en wit gegeven, die draag ik altijd. Dat sokken. Is dat van een voetbalclub of niet? Nee, dit is echt Pop-Up TV. Oh, is dat wat? Nee, dat zijn wij. Oh, Pulpen TV. Oh, dat is van Schiedam. Ja, van Schiedam, ja. Ook. De cameramensen van Vlaardingen die konden niet, want die zijn al in voorbereiding voor het Haringenbier of het Longenfestival. Ja, we werken samen natuurlijk, hè. Ja, het is leuk. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Misschien komen we elkaar wel tegen, want dan loop ik met mijn feestneus op. Ik doe ook mee.